Het is goed om met elkaar te discussiëren in moeilijke tijden. Woorden van Wilma Dandel, eigenaar van WIDA Consultancy and Services. ATV sprak haar na een presentatie in het auditorium van Self-Reliance, getiteld Het bevorderen van een ondernemerscultuur in turbulente tijden. De zakenvrouw wil met discussies komen tot oplossingen voor de verschillende problemen binnen de ondernemerswereld in crisistijd. Omdat ik denk dat we moeten nadenken, ondanks alles, moeten we als ondernemers nadenken en vooruit gaan. Je moet niet stil blijven zitten. Grote economen zeggen dat in tijden van crisis ondernemers het beste kunnen presteren en hele grote dingen kunnen halen. Dus ik denk dat we moeten elke kans moeten aangrijpen om te ondernemen en met elkaar te discussiëren hoe we verder kunnen. En alleen kan je het doen, maar met z'n allen, met meerdere mensen brainstormen, levert meer ideeën op en kunnen we samen vooruit. Nadenken over ondernemerschap. Hoe onderneem je? We zijn in crisis. We hebben hele diepe inflatie, maar we zijn niet de enige in de wereld. Maar belangrijk is dat je niet bij de pakken blijft neerzitten. Wat doe je? Hoe ga je verder? Waar denk je aan? Wat moet je ondernemen? Wat kun je samen doen? Wat kun je met de regio doen? We zijn deel van de CARICOM Single Market and Economy. Hoe kunnen we in dat verband samen kijken van wat hebben we gemeen en hoe kunnen we verder? Dandel was blij met de kleine opkomst, ondanks vele afzeggingen door wateroverlast. De inleider van de presentatie, Maxine McLean, wijst Suriname erop dat het geheel Caribisch gebied moeilijke tijden doormaakt en het goed is om de problemen aan te kaarten. Ze gelooft wel dat Suriname veel potentie heeft. I look around this country. I mean, when we contrast Barbados, which is just 166 square miles, there is so much potential. You have been blessed with fertile, you know, land. Agriculture is big, whether it's horticulture, fisheries. And so there's a lot of scope for looking for value-added opportunities, agro-processing, etc. And, you know, focusing on export to the region and beyond. So there's a lot. I mean, I think there's so much. And the cuisine in Suriname is fantastic, so you can use that also as a means of attracting persons to come to Suriname as tourists. Tourism is big in Barbados, and there is scope for, you know, multi-destination visits, but of course the challenge is how do we get here, but these are things we need to work on. McLean zegt dat ze haar inzichten als voormalig minister van Buitenlandse Zaken heeft gedeeld. Haar achtergrond met trainingen in ondernemerschap zijn ook goed van pas gekomen. Suriname mag volgens haar goed gebruik maken van de expertise die ze in huis heeft.